naam is Ben Benering. Ik ben schoenmaker van Schoenmakerij Centrum in Zutphen. Werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het repareren van schoenen, tassen, lederwaren in het algemeen. Met name ook veel omdat we dus riemen verkopen, kunnen we er dus naar behoefte van de klant kunnen we riem op lengte maken. Het bedrijf bestaat hier op deze plek vanaf 1965. In 1995 heb ik dit overgenomen samen met mijn vrouw in een VOF. En we hebben daarnaast nog twee medewerkers, één fulltime en een parttime medewerker voor de weekenden. Het leukste van mijn werk is, vind ik persoonlijk, dus het vermaken van rijlazen. Dus het ritsen inzetten, nauwer maken. En het nauwer maken van de reguliere dameslazen die zo in de winkel te koop zijn. Dus nauwer maken en of het aanbrengen van elastiek achterin, dat de laas daardoor wijder wordt. Over 5 jaar hoop ik met pensioen te zijn en dan hoop ik dus een opvolger te hebben gevonden. En dat is momenteel heel moeilijk. De jonge mensen die zien denk ik het schoenmakersvak nog niet zo zitten. Dus ik denk dat we daar dus nog veel werk aan is en dat we dus veel promotie moeten doen om dus de jonge mensen zover kunnen krijgen om dus schoenmaker te worden. Terwijl schoenmaker toch een heel veelzijdig beroep is. Je gaat met veel mensen om en het is gewoon een geweldig vak. Kijk, ik ben van jongs af aan ben ik erin gestapt en dan vraag ik me soms wel eens af van waarom zullen de jonge mensen dat van tegenwoordig niet doen? Kijk, het is gewoon een prachtig beroep. Je blijft dus met mensen bezig en dat is eigenlijk het mooiste wat er eigenlijk is.